Je kunt ook anders zeggen, anderen hebben ook dat ze dat wat doorhebben. Er zit een bepaalde gelaagdheid in, maar dan hebben ze het over, in dit voorbeeld in zijn Engels, inset en timeline chapters. En inset is eigenlijk een ander woord voor een chamois, een inleidend hoofdstuk. En timeset, dus die geven het doorlopende verhaal weer. En maar het doorlopende verhaal wordt er steeds onderbroken door dat het inzoomt. Dit plaatje heb ik van een Norman B. Willis. Nazarene.israel.org heeft heel veel uitleg over openbaring, maar dat is niet de enige. Maar hier heb je dus eigenlijk een andere manier, een overzicht van al die hoofdstukken, waarin je in ieder geval herkent boven die zeven, de reeks van zeven gemeentes, dan heb je de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen, cups. En bij die zeven zie je ook steeds het inzethoofdstuk daarin gezet. Als een soort onderbreking. En let op, bij de zeven trumpets, daar hebben ze 7 years of tribulation. En last 3.5 is Jacob's trouble. Dat is al een interpretatie. Daar kom ik straks uitvoerig op in. Maar voor nu is het wel interessant om te zien dat ze iemand als hij, maar het is niet de enige, die zeven bazuinen, 7 jaar. Sterker nog, met de 7 jaar van verdrukking. Hoe komen ze aan het idee van 7 jaar verdrukking? Dat heeft alles te maken met de uitleg van Daniel 9, vers 27. Wat ik de Achilles noem van de eschatologie. De uitleg van die tekst is fundamenteel. Maar let op. Er staat ook 7 than, en than is een afkorting voor thunders. Er is nog een serie van 7 donderslagen. En die 7 donderslagen die worden beschreven in Openbaring 10. En dat zijn die beroemde, beruchte reeks van 7 die Johannes niet mag opschrijven. Waar wij dus nu nog steeds zeggen van ra, waarom niet? En wat hield dat in? Die 7 schalen. Is dit het Nazarim, zei je net? Nazarene. Ja, Nazarene. Ja. Oh, dot org, toch? Nazarene, Israël.org. En dan zie je dat laatste gedeelte naast elkaar, Armageddon, Gog 1, Yeshua Returns, The Wedding Feast, The Earth Continues a While, dan de ingathering, de inzameling, een soort tweede Exodus, vervolgens de millennium, 1000 jaar, Saints in Heaven with Messiah. En dan tenslotte Satan nog een keer losgelaten moet worden. God 2. Oké, ik begin even bij het begin. De 7 gemeentes. En nogmaals, ik kan alsmaar beknopt weergeven. Maar het gaat even dat je een overall view krijgt. En wat de kwesties zijn die spelen. Hè. Dat is dus mijn thema is voetangels, klemmen. Hits en sleutels. Dat hebben we bewust gekozen, want er zijn problemen en er zijn dingen die op weg kunnen. Nou, ten eerste, die 7 gemeentes volgen allemaal hetzelfde patroon. Wie heeft de autoriteit? Er wordt lof gezegd, er is een probleem. Er is een waarschuwing en er is een belofte van vier vol hart. Vervolgens heb ik daar staan een 7-tal tijdperken, vraagteken. Wie herinnert zich nog Rob Matzken? Ja. Die heeft 2 boeken ooit geschreven over, ook over de kerkgeschiedenis. Mm-hmm. 2 delen die hij beschrijft aan de hand van de 7 gemeentes. En elke gemeente staat voor een bepaalde periode. En ook Rob Matzke is iemand die, net als Willem Ouweneel, komt uit dezelfde school van de bedelingen. Gematigde progressive bedelingen, niet de klassieke. Maar nu heb ik dus onlangs kwam ik opnieuw in aanraking met ook een vergelijkbare interpretatie, maar dan niet vanuit de bedelingen, maar vanuit een historisch perspectief. Vanuit het Rome-idee. Mm-hmm. En de 7 gemeenten staan naast elkaar en je ziet daar ook de jaartallen naast elkaar staan. Nou, dat is een aparte studie als je daarvan meer wil weten, dan verwijs je straks naar mijn website. Mm-hmm. Maar de vraag is dat waar?
Wat voor mij erg belangrijk was, en dan moet ik even eerst verder kijken. Als je in gaat zoomen op die zeven gemeentes, dan springen er twee uit. Ten gunste. Eentje zonder vlek of rimpel, zacht gezegd. Namelijk Philadelphia, want van hen wordt gezegd, ze hebben een geopende deur. En als je al uitgaat van historische perspectief, dan is het ook tijd van de zending en de missie geweest. Dus daar is wel een parallel te zien. En onze huidige tijd is die van Laodicea. Dus waar ook Bart Repko voor gewaarschuwd heeft dat onze kerk niet een kerk wordt van mensenrechten, van humanisme, van lauwheid. Maar die tweede gemeente is Smyrna. En bij beide is ook sprake van een synagoge des Satans, waar ze mee te strijden hebben. En wat is het bijzonder van Smyrna, die dus gaat over historisch gesproken van 100 tot 301 en 313, dus tot Constantijn, is dat er expliciet sprake is van dat zij 10 dagen verdrukking te wachten staat. Ja. Nou, dat is een hint. Dan heb je zo'n hint. Want in Openbaring 1 kwamen we al tegen de setting waarin heel Openbaring gezet werd, namelijk die van de dag des Heren. Zijnde de dag van het oordeel, zijnde Tishri 1, zijnde Yom Teruah. En als je dan bijvoorbeeld aan 10 dagen verdrukking denkt, dan is dat een hint naar de 10 dagen die er zijn tussen de Yom Teruah en de Yom Kippur. De 10 verschrikkelijke dagen, de ontzagwekkende dagen, kans dat je nog je kunt bekeren. Voordat de boeken definitief dicht gaan en het oordeel plaatsvindt. En zo, vanuit die gedachte, zou je eigenlijk dus al die 7 gemeentes kunnen plaatsen, dat ze allemaal tegen de dag van de oordeel, tegen het licht worden aangehouden, daar wordt ze ook een kandelaar genoemd. Van hoe staat het ermee? Nu, en de verschillende gemeenten hebben allemaal problemen. Bepaalde leerlingen van Nicolaïte, van Midian, van Isebo. Alle uitdagingen die ze allemaal één voor één hebben. Hoe staat het ervoor? Bekeer je. En wie volhardt? Die. Nou, en tegen dat raamwerk, dat is natuurlijk Messiaans-Joods gedacht, Hebreeuws gedacht, gaat dat natuurlijk op een andere manier spreken. Interessant is ook, er zijn 7 gemeenten, hè? Dus daar zie je ook weer die menorah in terug. Klopt, ja. Dat is een van die 7. Ja. Er zijn 22 hoofdstukken, dat is 22 letters van het alfabet. Ja, ook dat nog. Dus die vraag die ik er stel, waar ik dat aan denk, hè? Ja, interessant. Maar is het niet zo dat ze... Het is een cirkel, hè? Sowieso. Het gaat steeds... Cyclisch. Cyclisch, ja. Dat in de gemeente, wij zeggen nu, ja, we zitten in Laodicea, maar we zitten ook in Thyatira, we zitten ook in Smyrna, we zitten ook in... Al die dingen spelen in de hele gemeente. Ja, binnen schoen pas trekken hem aan, hè? Ja, dus precies, ja. Pak dat voor jou toe. Het is niet zozeer van, nee, we zitten alleen maar daar, maar we zitten overal. Klopt. Alle ellende. Dan. Het hele leven is een worstelingsproces van toewijding naar God. Ja. Omdat is het principe van teshuvah, van inkeer, waar we het over hebben met Rosh Hashanah tot Yom Kippur. Yom Kippur is om voor jezelf ook de rekening op te maken van waar sta ik nou in relatie tot God? En hoe oprecht ben ik tot God? En zoek ik zijn wil of zoek ik mijn eigen wil? Ja. Mm-hmm. En dat is het proces waar ons hele leven doorgaat. Deze die heb ik titel meegegeven, plagenseries. Zijn er 2, 3, 4 of 7? 2 is zoals met name Leenhout erover spreekt. En die deelt eigenlijk openbaringen in 2 delen. Deel 1 tot en met 10 en 11 tot en met 2022. Waarin hij in hoofdzaak de zegels en de bazuinen ziet in verlengde van omgekeerd Pesach. Omgekeerde de plagenserie. Ik heb daar staan Passover key, de sleutel van Passover. Dat is nog weer die Dan Juster die ik noemde. En Krater hebben daar een boekje over geschreven. Die dus laten zien hoeveel verwantschap er is met de plagenseries en die van de Exodus. Ja, die van de Exodus diende om de farao
knieën te krijgen zodat het volk kon gaan. Mm-hmm. Maar welke functie hebben ze hier? Hier hebben ze een andere functie, namelijk naar het volk Israël. Dat zij het overkomt als ze zich moeten bekeren. En zo zijn het die plagen hier die plaatsvindt voor de zevende bazuin. En er is de plagenserie die vooral spelen rondom de schade. In de overtuigde violen genoemd met een F. Dat woord snap ik nog steeds niet. En zijn geen muziek en dan met een vanuit het viool. Oh ja? Ja. Jij snapt het dan. Fijn. Het is een schaal of een bak. Ja, een schaal. Ja, een schaal. En Leenhaus, die dus het over het Futterfeest heeft, heeft over, zoals ik dat toen bij aan het eind van opbouw tegenkomen, is dat de plaats die hier daar afgaat. Vanaf loopt het, zeg je dat? Het is de plaagserie die vooraf gaat aan het Loofhuttenfeest. Twee plaagseries heeft het ook. Okay, maar dan heb je het idee dat het allemaal nog komt. Terwijl het ook kan zijn dat het allemaal geweest is. Ja. Toch? Over het geweest is, dat is de visie van de preteristen. We hebben het vorige keer wat over verteld. Die zien vooral ook openbaring in het verlengde van het oordeel. Ja. In het verlengde van de verbondsrelatie. Mm-hmm. Zoals in Deuteronomium genoemd wordt, dat als je niet houdt aan, dat je dan al die plagen zullen overkomen. Ja. Mm-hmm. En dan wordt natuurlijk ook gesproken, is dat hoofdstuk 11, dat Jeruzalem wordt dan vergeleken met Sodom. Ja, Babylon. En Babylon. En dat geloof ik ook eigenlijk. En dus, en dan is het natuurlijk belangrijker, maar daar kom ik natuurlijk wel tegen. Houd ik nog even vast. Ik maak eens deze af. Gangbaar is natuurlijk dat je onderscheidt drie zegels, bazuinen, schalen. Die zijn sowieso de plagenseries. Ja. Nou, daar kun je natuurlijk bij toevoegen nog die donderslagen, want je weet niet wat ze zijn. Dat is het verschil tussen 3 en 4. En nog meer zevens. Nou ja, die menorah die gaf aan 7 keer 7. Dus mm-hmm. Maar zijn ze allemaal bedoeld als plaag? Dat is dan even. Het gaat even om het onderscheid van die zevens. Mm-hmm. Nou, kom ik nu bij Daniel 9. Wat ik noemde as de Achilleshiel voor de eschatologie. Mm-hmm. En ik heb 2 vertalingen naast elkaar gezet. Die van het boek en die van de synodaalvertaling om het verschil te zien. Mm-hmm. Hoe ver het uiteen gaat. Mm-hmm. En ik had ze eigenlijk omgekeerde volgorde moeten doen, maar maakt niet uit. En synodaalvertaling, dat gaat over hij. The big question is, wie is die hij? Hij zal velen het verbond versterken 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de volleinding. Die vastbesloten, uitgegoten zal worden over de verwoest. Welke? Dit is de zin in staat. Ja, en welke 9 vers? 27. Ja, en 27 staat in de context van 24-27. En dat staat weer in de context van Daniel, die Jeremia leest. En leest, er is nog 70 weken te gaan voor het oordeel. Hoe staat het nu mee? Je krijgt uitleg van de engel Gabriel. En dan blijkt het ook om vers 24 goed te bestuderen. Dat is een inleidende zin die aangeeft wat er staat te gebeuren. Ja. En als je dan klaar bent met vers 27, je gaat door naar het volgende vers, zit je in hoofdstuk 10, vers 1. Ja. En dan gaat het om hoe is inmiddels Daniel er emotioneel onder? Ja. Hoe is die boodschap bij hem binnengekomen? Hij is diep, diep geraakt en treurt. Want ja, de stad wordt herbouwd. Ja, er komt nieuwe tempel, maar nee, ook die wordt weer verwoest. En. Ja. Maar eerst die tweede vertaling, net of we kijken of je het verschil proeft. Deze koning zal een verbond van 7 jaar sluiten, maar halverwege zal hij de Joden dwingen te stoppen met het brengen van slacht- en spijsoffers. En dan, ter bekroning van zijn vreselijke misdaden, zal de vijand in het heiligdom van God een ontzettende gruwel plaatsen. Maar God zal op zijn beurt deze verwoester treffen met zijn vonnis dat nu al vaststaat. Wat valt je op? Ik heb een totaal andere manier. Dit is geen vertaling, dit is een inlegkunde
vanuit de bedelingen visie, waarin die hij tot antichrist gemaakt wordt in plaats van de Messias. Dit is de NBV? Nee, het boek. Het boek. De Living Bible. Ja. Ah. Bedelingen leren. Okay. Dit is keiharde bedelingen. Ja. Maar dit leren wij. In zoveel boeken kom je deze uitleg tegen. En want die hij, moet je natuurlijk vers 26 eraan voor aflezen. Moet ik nou even niet bijstaan. En misschien moet even iemand even voorlezen. Lees vers 26 is. En na de 62 weken zal de Messias uitgeroepen worden. De Messias, ja. Ga verder. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal. Een volk van een vorst. Ja. Verder. Een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde daarvan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal het oorlog zijn. Ja. Verwoestingen waartoe vast besloten is. En dan komt het deze. Messias, goed. Vorst. Wat hier op de achtergrond speelt, dan is onze grammatica. Dat wat is natuurlijk het onderwerp. Als je zegt hij, dan heb je natuurlijk referent naar de laatste persoonsvorm in de vorige zin. Mm-hmm. Dat is onze grammatica. Ja. Maar dan denken we Nederlands, dan denken we Grieks. Mm-hmm. Hebreeuws denkt zo niet. Mm-hmm. Hebreeuws denkt in termen van parallelisme. Ja. AB, AB. Dat zie je in de psalmen heel veel. Heel veel in de psalmen. Dus de eerste hij, de A, verwijst naar de eerste A, gaat over de Messias. Mm. En hij is degene die in midden van de week de offers deed ophouden. Ja. Wat deed hij ophouden? Dat het niet meer nodig was, ja. Uiteindelijk, om die tempeloffers te brengen, want ja. Hij werd het vervangende offer. Wel 2000 jaar tussenplaatsen. Want deze laatste week is dan de week die vooraf zou gaan aan de wederkomst. Mm-hmm. En dan is het een antichrist die een verbond sluit met Israël. Aanvankelijk is het allemaal pijs en vrede. En een halverwege de week doet hij zijn verbond overtreden. En nu komt het. Nu gaan we vervolgens deze week gaan we lezen, zoeken in Openbaring. Waar komen we die 7 weken van verdrukking, tribulation, waar komen je openbaring tegen? Nou, en dan, als je wil, dan geeft openbaringen aanleidingen om daar vervullingen in te zoeken. En dan krijg je een hele scala aan interpretaties. Nou, iets daarvan laat ik zien. Maar hoe je het keert of wendt, belangrijk is om te zien waar de gedachtegang vandaan komt. En waar je dus rekening mee moet houden als je boeken interpretaties leest, hoe dit op de achtergrond meespeelt. Men zoekt dus die laatste week op basis hiervan. Men zoekt dus, voordat Jezus terugkomt, een antichrist. En dan soms is men meer bezig met zoeken naar de antichrist dan naar het verwachten van de confirmation. Maar geloof jij dat de antichrist dan een persoon is? Geloof je dat? Als je ziet in antichrist in de Bijbel, is gewoon het systeem van wetteloosheid. Dat is de antichrist en dat is geen persoon, toch? Nou, goed punt. Het is niet dat ik dat nu zo zie. Okay. Ik verwoord nu zoals er gedacht wordt. Oké, awesome. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Je moet het woord antichrist even onder de loep nemen. Want, lo and behold, het woord antichrist komt in het hele boek Openbaringen niet voor. Nee, precies. Dan kun je zeggen, nou ja, een metafoor. Want openbaar is het wel over 2 beesten. Ja. En dan gaat het over Paulus. Ja. Dit heet over de man der wetteloosheid. Ja, de man der wetteloosheid. Maar daar gaan we het speciaal over hebben, want daar is het mee. En, het principe van wetteloosheid is in de Torah ook een heel, heel interessant item. Omdat het staat in Exodus 32, vers 23. Dat Mozes als... Mozes op de berg is bij God en de Torah krijgt, dan is Aaron, die is dan bij het volk achtergebleven en het volk raakt in vertwijfeling, want Mozes blijft weg en komt maar niet terug, parallel met de kerk van Israël. Mozes komt niet terug
En het volk zegt van, nou, we weten niet wat er met Mozes is gebeurd. Maak een God voor ons. Ja. En dan staat er in de Torah, Kifarua Faroa Ha'am. Het volk was bandeloos geworden. Faroa is het Hebreeuwse woord daarvan. En het aparte is, Faroa Faroa, het was bandeloos. Bandeloos geworden, zeg maar. Ja. Versterkende vorm. Dus exact hetzelfde geschreven in de Sefer Torah als het woord voor farao. Oh ja. Ja. Mm. Dus als je het heel letterlijk vertaalt, zou je kunnen zeggen van Aharon had het volk losgelaten. Hij had het volk gefaraoed. Ja. Hij had het volk als het ware terug laten maken naar farao. En die losbandigheid, dat is ook waar Egypte bekend om stond. Mm-hmm. Hè? Van farao die de vrouw van Abraham ziet in Genesis 15. En zegt van, oh, wat een knappe vrouw. Nou, die moet bij de farao komen. Dus er zit een hele wereld van context zitten achter. Van die wetteloosheid. En in die context moet je dus ook de leer van Jezus plaatsen over die wetteloosheid. Ja, dat komt daar vandaan. Ja, hier heb ik hem al in de volgende dia. De eerste vier heb ik al benoemd. En dan heb ik hier over een speciale uitleg van Michael Root, Mystery of Iniquity, ja. Die dan speciaal ingaat op die man der wetteloosheid. Dit is het boek daarvan. En dan hebben we de uitleg van de paus. En hebben we de uitleg van een Johannes Levi. Ik heb even mijn bril nodig. En ik moet even een citaat opzoeken. Want als je die tekst leest van 2 Thessalonicenzen 2, dan is het belangrijk om te beseffen dat paus het heeft over iemand die toen al in zijn tijd werkzaam was. Ja, precies. De zoon van het verderf die zich in de tempel zal zetten. En dus dat wordt dus heel vaak gebruikt ook met de huidige situaties van een nieuw te bouwen tempel, dat men dan gelijk bang is voor deze tekst van die gaat zich daarin zetten. Maar het gaat ook over iemand die toen al aanwezig was. En we weten ook wie dit was. En zijn naam is Johannes Levi uit Kieschala. Maar waar kom je uitleg tegen? Die uitleg kom je tegen bij de preteristen. Want die zoeken dus de vervulling van openbaring al in die eerste eeuw. Ja. Voor de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Ja. Waarbij dan ook cruciaal is, heeft Johannes openbaring ook voor die tijd geschreven. En het argument wat daarvoor pleit, is dat er in openbaring 11 sprake is van een tempel die gemeten moet worden. Dus er staat er nog één. Zo wordt geredeneerd. Oh ja, oké. Tegelijkertijd is de vraag, is daarmee, wordt helemaal recht gedaan aan intentie van Johannes, dat is nog even een andere vraag. Mm-hmm. Maar om het te illustreren, heb ik in mijn essay een citaat opgenomen over deze John Levi. Hij leidde namelijk de rebellie tegen de Romeinen. En werd de machtigste man net voor de verwoesting van Jeruzalem, nadat zijn weerhouder, degene die hem weerhoudt, Ananas, de hoge priester, vermoord was. Toen hij de Idumeërs, wie zijn Idumeërs? Herodes, de Idumeër, de Edomieten, die dan Jood waren geworden, Herodes had zich ingehuwd om voor Jood zeggen Jood te zijn, maar niet zijn. Ja. Edomieten vaak. Toen de Edomiërs had aangezet om naar Jeruzalem te komen met 20.000 soldaten. Zij leidden een massamoord waarbij meer dan 8.000 werden vermoord. Vervolgens zette deze John Levi de Zeloten aan, samen met andere Joden om opstand te komen tegen de Romeinse overheid. Dat werd de oorzaak waarop vervolgens Rome uiteindelijk Jeruzalem ging omsingelen. Mm-hmm.
en na 4 of 5 maanden belegering en uithongering verwoestte. En iemand omschrijft hem als de belangrijkste man in de verwoesting van Jeruzalem, de grootste aanstichter van de verdrukking over de Joden in de stad en een gruwel zelf, zoals hij zat aan de macht in de tempel zelf. En hij was de oorzaak van het ophouden van de dagelijkse offers 3,5 jaar nadat Vespasianus tegen de stad kwam. Wat de mensen betreft had hij de plaats van God in de tempel ingenomen. Dus, dit is een illustratie van hoe je in de context van die tijd deze tekst kunt uitleggen. En dan heb je ook een hele andere invalshoek als dat je naar onze tijd te kijken. Wanneer komt die? Ja, nee, dat geloof ik ook niet. Maar goed, misschien, dat is natuurlijk de vraag of het eigenlijk heel veel openbaringen en het verleden en heden en toekomst alle drie dimensies in zich heeft. Ja. De andere uitleg is die van Ficaius Filius Dei, waarbij als je zegt antichrist, dan moet je vooral denken aan in plaats van. In plaats van vervanger. Ja. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk over een paus die zich zodanig gemanifesteerd heeft als plaatsvervangend. Mm. En dat is ook de visie die je ook bij Verwoerd leest. Mm. Hoe dan daar die toepassing gelezen is. Ik denk dat waarschijnlijk de focus gewoon ook heel anders ligt. Want je hebt het over die overstromingen, hè, in Daniel. Die tijden van overstromingen die komt. Ja, daar heeft de keizer ook nog uitleg over. Ja, die overstroming, de zeeën, dat is in de profeten is dat een beeld van de volkeren. Ja, dat ja. En daar heb je dan een aanknopingspunt met wat Paulus overschrijft. Omdat Israël verstrooid is totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Ja, daar zeker mee te maken. Ja. En dat in de overstroming zijn. Ja, en dat is denk ik een hele belangrijke sleutel. Want er loopt parallel. Abraham is 400 jaar in ballingschap in Egypte totdat de tijd van de ongerechtigheid van de Amorieten is vervuld. 400 is het getal van de letter Taf. De laatste letter is een volheid. Mm-hmm. En in de Romeinen spreekt Paulus dus over de ongerechtigheid van de volkeren. Dus God die laat toe dat zijn naam wordt ontwijd en dat zijn volk allerlei rampspoed treft, tot een bepaalde maat. Mm-hmm. En dan zegt God van, nu is het klaar. Ja. Ik ben God, ik ben de schepper. Ja. En we zien dus, en met het herstel van Israël vanaf 1948, de hereniging van Jeruzalem in 1967, de groeiende rebellie in de wereld tegen God. Mm. De Verenigde Naties, Joden hebben geen aanspraak op Jeruzalem, Hebron is een Palestijnse stad, er mag geen Joods getuigenis zijn in het land. Ten koste van alles, de hele wereld zal er over de tegen in opstand komen. Dus we zien heel duidelijk die confrontatie groeien en groeien en groeien en groeien. En de vraag is aan ons van, wow, wat doen we daarmee? En die was er natuurlijk al, de Tweede Wereldoorlog. De grootste confrontatie was eigenlijk de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik bedoel, hierna zijn allemaal een beetje sluittrekkingen. Jozef Schulam die zegt van die 3,5 jaar van grote verdrukking, dat is de periode van 1941 tot 1945. Ja, de massavernietiging van Israël, die ligt achter ons. Ja. Dat is ook weer een. Ja. En in 1938, 7 jaar, als jullie 7 terugkomen. Ja. Ja. 1945, soms denk ik dat ook wel hoor. Heb je dat niet dan? Bro? Dus laat ons niet links. Ik heb precies. Je haalt alle dingen nu al aan. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is voor christenen om te begrijpen dat je de leer van Jezus niet goed kunt begrijpen als je geen goed begrip hebt van de Torah en de profeten. En het centrale thema daarin is dat je God spreekt dat hij zijn aangezicht zal verbergen voor het volk van Israël, voor een tijd. En dat er daarna een tijd zal komen dat hij zijn aangezicht niet meer zal verbergen. Ja.
En dat hij opnieuw zijn naam zal verheerlijken voor de volken. En dat is heel belangrijk om te vatten. En dat is ook de boodschap die Jezus heeft gebracht. Jezus die zei van, ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen. Ja. Ik kom zo op Jezus zelf uit, ook in zijn toespraak van Matteüs 24. Mm-hmm. Ik heb hier een dia geplaatst van de website, staat onder 70th Week of Daniel. Ja. Het feit dat zo'n website bestaat, dat zegt op zich al iets dat daar iets mee is. Maar dit doet mij denken aan het zinnetje, de Messiah en his disciples confirmed that he was he who was the promised one. In de Statenvertaling, de klassieke Statenvertaling, daar is, wordt gezegd dat hij het verbond zal zwaarder zal maken. Ja. Wat natuurlijk ook een lastige vertaling is, ja. Want dan denk je aan iets heel negatiefs. Ja. Maar het gaat over bevestigen. Welk verbond ga je dan? Van die tekst uit Daniel 9, vers 27. Dat woord, wat daar gebruikt wordt, betekent to confirm, bevestig. En niet zwaar maken. En dan is het belangrijk, dan als je dan vraagt, ja, het begint ergens, die laatste week, en je eindigt ergens, en dan wordt vaak ingezoomd op het scharnierpunt, dat het evangelie voor het eerst ook naar de heidenen ging. Mm-hmm. Dat zie je, vanaf eerst heb je Stefanus nog, en dan heb je Petrus' visioen van het naken, dat hij dan bleef de hoofd van in Joppe terechtkomt. En nu kom ik bij die boodschap van Jezus zelf, want een belangrijke sleutel ook is zijn eindtijdrede in Matteüs 24, en daar wil ik je ook iets aan dingen van aan laten zien, wat je daarop moet letten. Parallelteksten zijn Lucas 21, 13 en Marcus 13, die gaan over hetzelfde verhaal, waarbij Lucas 21 nog nadrukkelijker aangeeft over wat in zijn tijd nog stond te gebeuren, als ze omsingeld zouden worden, zorg dan dat je niet in Jeruzalem bent. Ja. En waarom dit ik behandel, is opnieuw weer vanwege het feit dat wij zoeken en verwachten een grote verdrukking. Ja, maar let op. De uitdrukking, waar komt die vandaan? Die komt hier, wordt die genoemd. Ja, en daarnaast komen we ook nog tegen in Daniel 12. Ja. En er is nog een andere uitdrukking, Jacob's trouble. Ja. Jacob's benauwdheid. Mm-hmm. En ik wil dat graag onderscheiden. Ja. En het niet synoniem laten zijn. En waarom? Dat is vanwege de context. Is dat deze reden, die begint eigenlijk al over 23. Mm-hmm. Het slot daarvan is als Jezus met zijn discipelen de tempel verlaat. En het dan over heeft dat er met één steen zal blijven staan. Mm-hmm. En dan moet je even nog bedenken van straks heb ik het over van de week zondag kreeg ik een vraag over Pampasen. Je is in tocht. En dan is het cruciale moment, als hij dan eenmaal op het tempelplein is, dan heb je zijn anticlimax. Want er staat zo'n druk en hij keek rond. Zo van, wordt het nog wat? Het werd het niet. Het was nog niet. En vervolgens, het oordeel van die tempel blijft niks overeind. Maar dan de vraag van de discipelen. En belangrijk om te zien dat die vraag is een drievoudige vraag. En dat het antwoord ook drievoudig is. Dus als je die tekst gaat lezen, dan moet je de zinnen koppelen aan de respectievelijke vraag. Mm-hmm. Ja? Ja. En de eerste is wanneer dat allemaal zal gebeuren. Ja. Dat de stad, die stad, omgekeerd. Eenzaam aan een lot wordt overgelaten. Ja. En het antwoord, dat vind je dan in vers 24-28. Mm-hmm. En in die verse is sprake van de grote verdrukking. Mm-hmm. Die ze staat te wachten. Ja. En als je enigszins wil weten, zoals het niet zal zijn, wat er feitelijk heeft plaatsgevonden in de 3,5 jaar guerrilla-oorlog, waar ik net over gelezen heb. Titus. En die dan leidt tot de omsingeling
en Titus. Ja. Als je dat kan je allemaal teruglezen bij Josephus, Flavius Josephus, ja, in het boek Joodse Oorlog. Ja. En de strijd onderling was groter dan de strijd met de Romeinen. Ja. Ja. En dat ging zelfs tot en met cannibalisme toe. Ja, de eten waren echt kinderen. Ja, dus als je nog niet. Als je beeld wil krijgen bij een groot druk, lees Josephus. Vandaar dat ik dus heel zuinig wil zijn met het woord grote verdrukking. Ja, als toen. Ja. Betekent dat het daarna nog geen tribulation is? Dat is niet gezegd. Tweede vraag is: aan welk teken kunnen ze dan dus een komst zien? Herkennen. Dat wordt besproken in vers 29, 35. Ja. En dat komt zo terug. En dan de derde vraag is naar de voltooiing of de voleinding van de wereld. Die, in het Engels, die end of the age. Eind van de wereld, end of the age. Dat is ook weer taal, hè? Olam. Olam. Dus het gaat over het tijdperk. Het gaat niet over dat de aarde niet meer bestaat. Nee. Nou. De consequentie hiervan, dat zei ik al, dus dat die grote verdrukking dan, zoals Jezus daarover spreekt, dan al geweest is. Dat is het verhaal van de preterist. Mm-hmm. Het gelijk van de preter is vooral hun uitleg van Matthäus 24. Daar wijzen ze steeds op. Mm-hmm. Er is nog iets anders, maar dat is een belangrijk argument. Het tweede deel waarin Jezus antwoord geeft op de vraag aan welke tekens ze zijn komst kunnen herkennen, hebben daarmee te maken ook met een vertaalprobleem. Want wij lezen dan vaak, dan zal aan de hemel een of ander teken zichtbaar worden. Mm-hmm. En dan zoeken we naar een of andere kruisvormig iets. Maar zo wordt het gezocht. Dat? Sorry, waar staat dat aan de hemel? Oh, in de hemel tot 31 of niet? In de, in, ja, daar, ja. In de uitste van de hemel tot de andere uitste van de vers 30. 30? Maar de andere vertaling is, dus mens verschijnen, ja. Dat, dan zal het teken verschijnen, namelijk welk teken? Van de mensenzoon in de hemel. Ja. Not the sky. Hm. Het gaat hier niet om een teken in de lucht. Nee. Het punt van dit vers 30 is dat deze verschrikkingen over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel teken zullen zijn dat Jezus, Yeshua, getroond is in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En heerst over de naties en de orde van zijn vijanden. Of anders gezegd, dat wat Jezus gezegd dat zal gebeuren, daar is nu een bewijs van. Dat is het teken dat ze kunnen zien, hij van de mensenzoon, zoals Daniel 7 daarover al sprak. Als je je afvraagt, waar is er een profetie over hemelvaart in de Tanach? Daniel 7, 13, 14. Waarin sprake is van hij zit aan de rechterhand van God en heeft heerschappij. Jezus heeft gezegd dat die tempel zou worden. Nou, duurde even, dat gebeurde. Het gebeurde, teken bevestigd. Maar er staat, kijk, het is een vraag, hè? Ik weet het ook niet hoor. En ze zullen de mensen, als zij op de wolken heet met grote kracht en heerlijkheid. Dat is vervolg. Dat is vervolg. Ja. Dat komt hierna. Dat is 30, wat je net zei. Ja, dus nog een keer terug naar die tekst. Het gaat om 9:35. Ja. Zeg ik dat goed hier? Mm-hmm. En dan vervolgens vers 36 gaat in op die laatste. Ik zie iets anders staan. Vers 36. Het moet 36 zijn. Ja, dus 9:35, tweede vraag. En van 36 de derde vraag. En die derde vraag was die. De vertooiing van de wereld. Van de age. Ja. En dat leg ik hier uit. Want dan is de vraag over die dag. Nee. Nou, niemand weet van die dag. Zelfs de zoon niet. Dat wil zeggen, het moment niet. Want daarvoor zijn we afhankelijk van het waarnemen van de nieuwe maan op de eerste dag van de zevende maand, wanneer in de tempel gedurende nachtwaken een bewaker, iemand als een dief, plotseling voorbij kwam om te proberen of ze niet waren ingeslapen. Want de dag en het uur zijn onbekend, maar de maand niet. Nee. Weet van die dag, dan gaat het om opnieuw weer belang van de kennis, de profetische kennis van de Najaarsfeesten,
vooral in het geval Yom Teruah. Waarom is die op de eerste dag van de zevende maand? Überhaupt, waarom is het op de eerste dag? Nou, om te weten wanneer de eerste dag is, moet je de maan zien. Ja. Nou, en die is onberekenbaar. Die moet je echt waarnemen. Dus je kunt niet precies weten wanneer die is. Maar je weet wel dat op een gegeven moment er een eerste aankomt. Dus vandaar dat Jezus hier aangeeft van die dag weet men. Goed, tot zover even uitleg over dus het idee van de verdrukking en van Daniel 9. Ik kom er nog op terug, maar ik ga nu eerst verder. Maar moeten we nu nog even wat drinken? Over de vier ruiters. Hoe laat zijn we inmiddels? 10:50. We gaan door. Vier ruiters. Sorry. Nou, dit heb ik weer plaatjes van Norman Willis. Moet er even eentje terug? Waarom staat het achter de land zoals het was in de dag van Noach? Oh ja, dat heb ik. Oh ja, dat. Dat van die dag weet weer niemand. En dan zegt ze land. Het zal zijn zoals in de dag van Noach. Het kan niet gaan over of er nou dag x of x plus 1 is. Dat staat los van de vraag aan de dag. Het gaat over waar Noach voor staat. Oh, okay. Als de tijd dat Noach leefde, hoe was die tijd? Mm-hmm. Ja. Nou, zo dat de vraag niet zo'n tijd terugkomt. Donker. Maar wat, dan is nog de andere vraag, wat is, hoe moet je die tijd interpreteren als iedereen is zorgeloos, gaat zijn gangetje en that's it? Mm-hmm. Of gaat het nog iets diepers? Ja, zeker. Ja. Want wat ging er vooraf? Ja, van de reuzen. Dan krijg je het verhaal van de Nefelim. Ja. Maar dat is een apart onderwerp, dat laat ik nu graag even rusten. Ja. Het interessante is dat vanuit Joodse optiek de dagen van Noach kun je ook lezen als de dagen van Nun Gets, de dagen van 58. Wat betekent de dagen van 58? Dan kom je op de 58ste eeuw. En dat is nu. We leven nu in de 58ste eeuw. Ja, inderdaad. Dit is het jaar 57-79. Ja. Dus er zijn mensen die zeggen van nog 21 jaar en dan zijn we klaar. Ja. Het is allemaal. Het is allemaal een beetje natte vinger. Ja. Maar er staat dat wel iets in Daniel, dat vond ik interessant. Wanneer de tempel klaar zou zijn, als je die getallen bij elkaar optelt, kom je ook bijna uit op waar we nu zitten. Hmm. En dacht ik, oh, weet je wel, in de Hebreeuwse telling bij elkaar optellen. Hmm. En dan kom je uit op. Ja. Ook nog maar 30 jaar hier vandaan. Dus maar wanneer je dan weer begint, zit natuurlijk een gap in van dingen. Maar toen dacht ik, dat vond ik ook wel. Weet je wel? Het komt heel dichtbij. Ja. Ja. Was ik er even overheen en dacht ik, Ik zag een paar weken geleden of zo ook berichten over die terrorismebestrijding. En dan hebben ze dus hele kleine vliegende apparaatjes. Zeg maar, dat lijkt dus op sprinkhanen die dus kunnen zien waar de drones waar mensen zijn. En, die worden, en ik dacht van meteen aan openbaring van wauw. Ja, maar ik geloof wel dat de Bijbel uitlegt. Ja. En ik geloof niet in sprinkhanen. Ja, dat geloof ik zelf dan niet. Want ik denk, de Bijbel legt de Bijbel uit. Dus alles moet terug kunnen leiden zijn naar de Tenach. Ja. En ik denk van, dan krijg ik van die boeken waar ik dan een beetje eng van word van. Mensen met sprinkhanen en mensen. Drones. En die drones. Ja. En dan denk ik, dat vraag ik me dan wel af. Ik denk van, het is tempeltaal. De hele openbaring gaat over de tempel. Dus dat vind ik dan wel lastig. Ja. Ja. De vier ruiters. Ik had een dia. En, het idee is dat er dan in klotjes in beeld komen. Dat doet me even niet. Maar even uit je hoofd. Wat zijn de vier kleuren van de vier ruiters? Rood, zwart en grijs. Vaal. Wit. Rood. Zwart en? Vaal. Grijs. Vaal. Vaal, ja. Vaal, grijs. Wat onze vertaling ons leren. Ja. Chloros is het Griekse woord. Ja. En het is groen. Ja. Als je dat bij elkaar gevoerd. Ja. En vervolgens, als je die vier kleuren bij elkaar neemt. Ja. Wit, rood, zwart, groen. Dan moet je aan vlaggen denken. Ik wou het net zeggen. Net de Palestijnse vlag, die heb ik gezien. Palestijnse vlag, Iraanse vlag, Syrische vlag. En al die vier kleuren. Ja.
staat in Mekka. Ja. Nou, ik wil dit niet te uitgebreid bij je stilstaan. Vooral deze dier van witte vaart vind ik lastig om uit te leggen. Een beetje dubieus. Maar het is wit, is niet het witte paard van opbouw 19. Het staat in het kader van wel een oordeel. Maar het is natuurlijk misleidend. En de vraag is ook, het zijn allemaal waarschuwingen. Doen ze wat ze zeggen dat ze doen? Of is het alleen maar dreiging? Dan krijg je rood. En die dia geeft wel ook iets terug van wit. Rood staat ook al voor Esau, Edom, rood. Pretends to still represent the white horse. Okay. En dan speelt daar ook Rome weer opnieuw een rol in. Ja, dat is interessant. Vanuit de Joodse optiek is Edom is Rome. Ja, klopt. Nee, maar dat klopt toch. Maar het is niet alleen Rome. Dan moet je ook Obadja lezen. Juist. Ja, ik weet het. Dat wil je niet blijven. Nee. Hier staat ook Esau Rome, maar rood is ook communisme. Ja. De rode vlag. En in verlenen daarvan vormen van humanisme en democratie. En dan kom je bij de New World Order. Dan heb je de zwarte paard. Dat staat voor duistere organisaties. Inclusief vormen van, volgens deze uitleg, de synagoge van Satan, een markt bijvoorbeeld die dan zegt dat hij Jood of was Jood, maar Illuminati Jood is. En dan hebben we het ook over de Rothschild en zo. En dan groen, chloros, is dan aan islam. Ja, water. Ook neus. Enge tafel. Of de hoest wel. Algemene vraag is. Kun je iets over islam lezen in de profetieën? Eigenlijk zou ik hier eerst Antiochus moeten laten zien. Hier opnieuw het standbeeld van Nebukadnezar. Goud, zilver, brons. Die benen dan, die voeten van leem en ijzer. Er staat hier ook. Let the truth about the iron clay feet of the statue of Daniel 3. Learn the truth, which represents both Roman Catholic Church and Islam. Ja, maar het is Arab. Ja, de menging. Vermenging. Ja, mixing. Die mixing, dat is. Ja, sterker nog, ik heb. Ik heb dus grote ogen. Een voormalige Jezuïet, die toegang had tot de archieven van het Vaticaan. He came out, it's coming out. En hij beweert ook dat de hele bestaan van de islam een fabrication was van het Vaticaan. Je hebt het wel zwaar te pakken. Maar. Ja, ik heb het vervelend. Ik heb al een keer deze vrouw een soms maar soms ook goed samen. En dan gaat het vervolgens over welke rol spelen de Jezuïeten. En daar heb ik een blogje over. De pauze. En de, wat je ja, de zwarte paus, he, dat ze achter de schermen aan de touwtjes trekken. Ja. Ja, en dus ook de islam beïnvloeden. En daar zijn gronden voor, die je, dat moet je dan gaan lezen en dan schrik je. Ja, het idee is denk ik ook, en dat gaan we waarschijnlijk, verwacht ik ook dat we gaan zien, dat de paus uiteindelijk, dat hij al bezig is om samen met de islamitische leiders van Saoedi-Arabië een gezamenlijke consensus te komen. Ja. Ja. Hij was nog in de Verenigde Arabische Emiraat. Ja. Heeft hij een convenant met ze gesloten? Wanneer? Ja, een paar weken terug. Ja. Dus het is allemaal wel speculaties waar ik denk van ja, weet je wel? Nou ja, we hebben het ook, het fenomeen van Chrislam is ook gewoon erin. Ja, dat zijn een paar van die malle. Het idee in onze cultuur, waar wij eigenlijk al 20, 30 jaar mee opgroeien, is dat, of de kinderen op school, is dat alles gelijk is. Dus dat het niet uitmaakt of je christen of moslim of jood of hindoe bent, want je gelooft allemaal in dezelfde God. Ja, en historisch hebben natuurlijk het Vaticaan, hebben die Arabieren nodig gehad om toegang te verwerven tot Jeruzalem. En vervolgens wie ook de cross waren, dat waren alle Afrikaanse christenen in Afrika die niet rooms waren. Ja.
dat hebben we dan een complot. De vier ruiters, daarover lezen we ook in Zacharia. Maar in alle volgorde. Ja. Dat is nog een apart onderwerp, ga ik nu niet uitdiepen. Drie oorlogen in Albanië die hier staan. Dat is denk ik ook wel een belangrijk onderscheid om te maken. Want we hebben natuurlijk allemaal van Armageddon gehoord. En we leren over Gog en Magog. Maar laten we, als je iets gaat inzoomen. En je hebt over die drie reeksen. Hè, zegels, bazuinen, schalen. Dan kun je dat verfijnen. Doordat er bij de tweede zegel eigenlijk al sprake is van een eerste oorlog. Als een vierde van de bevolking verwoest wordt door zwaard, honger, plaag en door de dieren. En dat die veroorzaakt wordt door de zonen van Esau, de Edomieten, nu bekend als aan de dieren. Deze oorlog, daarover lees je ook, je noemde al Obadja, de Edomieten dus, maar ook Psalm 83, Ezechiël 35, Isaiah 34. Ja. En die leggen eigenlijk dezezelfde oorlog gewoon vast. Een oorlog die zal leiden tot een complete overwinning door Israël en zal leiden tot een periode van vrede in het Midden-Oosten. Nou, we hebben natuurlijk al iets daarvan gezien. Hè? Bij de oprichting van de staat Israël heb je die staten, die vormen de directe ring van landen rondom Israël. Dat is die groep landen waar we het over hebben. we hebben natuurlijk met 1973 nog weer herhalingen daarvan gezien. Nou, is er iets van vrede? Er is een poging geweest tot een vredeakkoord. Daarover gesproken, ik had het net over die 7 weken. Over het zoeken naar antichrist. Mm-hmm. En noemde die Michael Root. In mijn essay schrijf ik daar ook over in zijn boek. Ik ontdekte, dit is deel 2. Hij had de eerste versie. En ik heb ontdekt wat het in. Wat hij veranderd heeft. Omdat hij in 1993 meende de vervulling te zien van dat verbond. Toen ze die Oslo-akkoorden aangingen met Arafat en Arabie. Clinton was dat toch? Ja, Clinton. Ja, dus en toen waren er heel veel boeken aan het jaar 2000. En toen, ja. toen heeft hij ongeveer dat boek zitten schrijven. En het was heel speculatief. Maar toen kwam in één keer Ariel Sharon. Ja. Die op de Tempelberg Ezechiël überhaupt met zijn mensen de Tempelberg opging. Als een politieke statement. Ja. En vervolgens het Ezechiël voorlas waarop de eerste intifada kwam en dat verbond met de dood, Isaiah 28, verbroken werd. Tegelijkertijd heeft Michael Root een andere video over de Tempel van Salomo en vooral eigenlijk over de Ark van het Verbond. Dat hij, en er zijn dus allerlei geluiden, geruchten, tuigen, mensen die weten waar die ark zich bevindt. En dat op een gegeven moment het een moment zal zijn dat als dat tevoorschijn komt in his time, dat dan het ook een markeringspunt is van die 7 jaar. Die laatste 7 jaar. Dus dat is een interessante gedachte, maar opnieuw hoor je weer terug een uitleg, een zoeken van Daniel 9 in Openbaring. Dat even tussendoor. Tweede oorlog. Of nee, wacht even. Belangrijk is dat er eigenlijk een periode van vrede ontstaat. Ergens tussen de tweede zegel en de zesde bazuin, tweede oorlog, als een derde van de bevolking wordt verwoest door vuur, rook en zwavel. En dan is de gedachte dat die oorlog, zoals het beschreven wordt bij de zesde bazuin, gelijk is aan die van Ezechiël 38-39, waar Gog en Magog Israël aanvallen in een tijd van vrede. Want zij vallen de inwoners aan in niet onmuurde dorpen. Dus als je al zoekt naar een Gog-Magog, voorwaarden, er is vrede. Anders dan heeft die profetie geen zin. Dus vandaar dat er dan zijn die zeggen, ergens
dat je dus niet zozeer op zoek zijn naar Armageddon. We zijn niet op zoek naar de Gog en Magog. We zijn niet op zoek naar die laatste 7 jaar. We zijn op zoek naar het tweede zegel. Het is als je al die reeks naar onze tijd zou vertalen, waar zitten we dan, is dan de vraag. Nou, misschien pas bij het tweede zegel. En volgens die uitleg. En dan zit het dat op een tweede oorlog, betrekking hebben op Gog Magog, die aanvalt in een tijd van de leven. Nou, en dan hebben we vervolgens bij de schade. Dat is belangrijk. Dat is overigens hoofdstuk 14 en 15. En daar worden die schalen geïntroduceerd. En heel belangrijk bij de schalen is dit. De beginsituatie van 15, eigenlijk nog eens weten wat in 14 gebeurd is. Maar 15 begint ermee, en we volgen die erover. Het visioen van de zee van vuur en glas. Daar is verzameld de 144.000 uit op nummer 14. Plus die van de oogst. Van de tweede en de derde oogst. Ze zijn met elkaar allemaal verzameld bij de zee van vuur en glas. En ze hebben palm pakken en ze zingen het lied van Mozes. Dat is de aanleiding, de shamash, tot het verhaal over de schalen van die 7 engelen. En terwijl die schalen worden uitgestort gedurende al die tijd, tot en met de Armageddon, is er wel, staan ze dus bij de zee van vuur en glas, maar is de tempel, wordt vervuld met rook. En is ontoegankelijk. Dus mensen die al over een opname denken, en je afvraagt wat moet je daar dan bij voorstellen, dat is dat je dan in die context bij die zee van vuur en glas staat, maar niet in de tempel bent. Beeld van hemel. Wat is dan de zee, wat is dan, je zegt het is tempeltaal, het is een perfect voorbeeld daarvan. Want wat is de zee van vuur en glas in het kader van de tempel? En hoe verhoudt het tot de tempel? Het is waar de priesters zich moesten wassen, bij het wasbekken, voordat zij de tempel binnen gaan. En precies dat zie je beschreven worden daar in hoofdstuk 15. Dat ze op die plek staan, in de, ja, wat is het, voorhof? En dus nog niet in de tempel zelf zijn, nog niet waar God zelf in het heilige heilige is. Daarvoor moet je eerst al deze plaatjes passen. En de laatste daarvan is dan Armageddon. Ja, maar het is niet altijd chronologisch, hè? Dat is nou, in dit geval is dus, dat is wat we dus aangegeven bij het begin. Er is wel een doorgetrekken lijn, maar die wordt steeds onderbroken. Dus het is belangrijk om zicht te krijgen op die shamash of die inset en lines. Er is wel een lijn. Eerst nog het zesde zegel. Voor de Gog-Magog-invasie, eerst nog het zesde zegel. Nou, en dan is het. Ook Sagir heeft nog van die prachtige visioenen. Wel 8 stuks. Allemaal 1 nacht. En ik heb deze even uitgelicht. De visioen van Eva met de vrouw. Dat is ook zo'n mysterieuze tekst. Die onze vertalingen ook niet helpen. En ook die Maarten Roet heeft daar een speciale uitleg bij. Dat is een speciale context waarin dat plaatsvond. Namelijk rondom 9-11. Toen was hij in IJsland en vervolgens kwam hij in Israël. En toen las hij een tekst, deze tekst. En toen dacht hij, vrouw in het Hebreeuws is Isha. Isha. En dat kreeg hij een soort ingeving, zou het niet bedoeld zijn Ash. Vuur. En dan is de beschrijving van het visioen, met zo interpreteren Michael Hoed dat, als dat van een nucleair of een raket, een missile, waar een vuur is. En de beschrijving van een lode kogel. Deksel. Lode deksel. Een lode deksel, waarin hij, denk ik, nou, en Michael Hoed is militair, werkt bij marine hier, moet ik zeggen. Hij heeft dus kernwapens moeten bewaken. Kernwapens moeten bewaken zelfs. En hij vroeg af, is dit niet
waar we het over hebben als we Zavier lezen, maar ook als we het lezen over het zesde zegel. En vandaar dat hij het even over Zechariah's thermonucleaire oorlog. En de beschrijving daarvan, als dat toekomstbeeld is, ja, God verhoede, maar het zou kunnen. Ja, ja. Het zou kunnen. Ja, en dan over Israël of over Amerika? Israël. Ja. Even nog terug naar die zee van vuur en glas. Ja. Het is maar even een gedachte ding. Ja. Als je een kernbom in een woestijn gooit, dan krijg je glas. Ja. Door de hitte. Ja. Ja. Ja, gewoon zomaar. Ja, niet theologisch. Woestijnroos. Maar dan ga je wel een beetje appropriëren van ja, dat is goed. Want in de context is de tempeltaal. En ja, het is wel goed om te denken wat zo'n beeld van wat die bom doet, dat kun je wel lezen. Door die hitte. Als je die tekst leest en wat is het, Openbaringen 9, dan kun je er wel een plaatje bij krijgen. Zeker. En in de andere visioen. Of in dit opvolgende gaat over de vier wagens die tevoorschijn kwamen tussen twee bergen, die waren bergen van koop. Dat je dat aan eens denken, dan kun je maar eens inkoppen. De Twin Towers. En de vier wagens, die vier. Nee, de Ebal en de Gerizim. Zo wordt gedacht, hè? Ja. En dan gaat het om, zoals hij dan volgens uitlegt, als zoiets plaatsvindt. Dat men al denkt van nou, dit is het al. Dan is het al Armageddon. Met als gevolg dat men denkt, openbaring heeft al plaatsgevonden. En degene die dan left behind zijn, moet dan de vraag van God nog doorstaan. En dat uit die as, uit die situatie, dan de nieuwe wereldoorlog ontstaat. Speculatie. Ja. De zeven bazuinen. De eerste vier treffen de natuur. En dan heb je er nog drie die de mensheid treffen. En daartussendoor heb je twee weeën. Geschreven door drie weeën. Openbaring 8, de vijfde bazuin, ook zo'n heftige, gaat over de vallende ster. En daar wordt ook van alles bij gedacht. Ook een soort buitenaardse inslag. Asteroïden. Ook nog toekomstig. Maar belangrijker is dat die gekoppeld wordt met dat een ster uit de hemel, geval de aarde, de sleutel kreeg van de put van de afgrond. Uit de rook die opsteeg kwamen sprinkhanen op de aarde, aan wie macht werd gegeven, en een koning was de engel van de afgrond met de naam Apollyon of Abaddon. Oh ja. Een ster uit de hemel kan ook betekenen dat het een geestelijk wezen is. Juist. Yes. Nou, en nou wordt het spannend. Want nu komt Henoch om de hoek kijken. Het boek Henoch. Waarin dus een uitleg is over het ontstaan van de val van de engelen. Die nog pleiten bij Henoch. Doe nog een woordje voor ons. En dan moet je nee zeggen. Maar wordt het volgens geketen. Tot dat. De vraag is, zo zijn mensen dat zo interpreteren, de algeholgen niet, gaat dit erover dat ze dan los worden klaar? Gaat dit daarover? En hell breaks loose. Theorie, speculatie. Maar wel goed om te weten dat er zo'n verband is. Zesde bazuin. In openbaring 6 is dan de tweede W, is de tweede oorlog, die we net moeten hebben, is in 1798, waar God gemachtigd dan is er aanvallen in de tijd van vrede. En de inval van het Noorderland wordt omschreven als een volk dat leeft zonder zorgen, zonder muur en maat in vrede. En dat Gog en Magog daar ook over gesproken, in de klassieke profetische uitleg is dan vaak op basis van associaties, Rosh, geïnterpreteerd met Rusland en Meshach met Moskou, maar die uitleg is gefalsifieerd.
Gog staat in Genesis 10, hè? Ja, want Rosh is gewoon hoofd, hè? Ja. Hoofd van het jaar. En als je vervolgens afvraagt, waar heb je dan wel al die volkeren van Gog, Magog, Meshach, Togarma, Amalek, en dan komt het bij Turkije uit. Ja, klopt. De vraag is, wanneer begint dan uiteindelijk die zevende laatste bazaan? Wordt dat duidelijk beschreven in je, of moet je dat compileren? Nu zitten we nog in hoofdstuk 9. En die schalen, daar leiden laatst over in hoofdstuk 15. En eigenlijk wordt de rode draad wordt daar eigenlijk pas opgepakt. Dus nu krijgen we een aantal hoofdstukken die het een en ander tussendoor beschrijven. Waarbij overigens gezegd, ik heb het gehad over zeven zegels, bazuin, schalen. Waarbij je moet bedenken dat de zevende zegel staat voor de zeven bazuinen. En de zevende bazuin staat voor de zeven schalen. Dus die grijpen in elkaar in. Nou, dan kom je bij openbaar 10 en een half uur stilte. Ominous. Dat is altijd als het duur. Stil voor de storm. Nee, dat is normaal toch? Als je in de tempel een half uur stilte, of het was altijd van stilte als de priesters, ook de priesters in de wereld vertellen. Vertel, wat weten wij niet. Oh, ja. Volgens mij is dat een. Een moment in de tempeldienst. Waar er het wereldaltaar werd aangestoken. Oké. En dan werd het eerste half uur stilte daarna het gebeden. Dus dan is de vraag wat welke functie heeft dan die stilte? Ja, omdat de rook opging tot God. En zij wachten. Heilig moment dan. Ja, een heilig moment. En dat zij wachten op of dat aangaan werd zo. Ik mis het zo. Zo herken ik het eigenlijk. Oké, okay, interessant. Nee. Het omschrijving van 10 is dat van de sterke engel. De sterke engel anders dan de andere engel. Die al een keer eerder beschreven wordt als anders dan de andere. En hij staat dan met zijn twee voeten. Ene voet op de zee, de andere op de aarde. Mm-hmm. Met zijn gezicht naar Jeruzalem. En zijn rug dus naar het noorden. Mm-hmm. Dan is het vervolg heeft hij het beeld van een klein boekje. Wat dan Jans moet eten, zoals Ezechiël. Het smaakt zoet, maar uiteindelijk is het bitter. Mm-hmm. En dan is er sprake van een zevental donderslagen die je niet mag opschrijven. Mm-hmm. En dan heeft het over het mysterie Gods. En dan vervolgens moet hij opnieuw getuigen en is er geen uitstel meer. Dit is eigenlijk een van de meest kritische hoofdstukken in de hele Openbaring. En nu komt het verhaal van Leenhout om hoe kijken. Die daar in 1948 een uitleg over kreeg in combinatie met Malachi 4. Want de engel is natuurlijk boodschapper. En Malachi 4, Malachi betekent ook boodschapper. En het gaat over die komt tot zijn tempel. En daar wordt sprake van Elia. Maar om het een lang verhaal kort te maken. Lennox heeft het over het voorlaatste geheim. En hoe interpreteert hij dat dan? Dat heeft te maken met de vervulling van Romeinen 11. Het ingaan van de volheid van de heidenen. Met als gevolg dat gans Israël behouden zal worden. Er is dus nog een tijd voor het laatste oordeel. Dat is die tussentijd. Een tijd van heil. Waarin, en daar ziet het in flink daarvan, zit er dan ook de vervulling van een Loofhuttefeest, dat er nog een soort respijt is. Een vervulling, want als je los überhaupt van wat ik net zei, als je al even naar Romeinen 11 gaat kijken, je kent die tekst, en je zou je moeten afvragen, waar moet ik dat dan plaatsen in de tijd, die vervulling? Nou, dan is vaak de gedachte van het Vrederijk. En Nederland zegt nee, ook mijn team. Het mysterie
God, dat is ook een sleutel, want zo wordt het ook in Romeinen 11 genoemd. De Paulus die ons niet onkundig wil houden over het geheimenis Gods. Zijnde dat de 12, niet alleen de 2, maar de 10, het gans Israël tot zijn bestemming komt. En dat daar vandaan ook een uitwerking gaat naar de volkeren. Nou, en dat lees je ook terug in de boekjes van Keizer. Mm-hmm. Want dan kom je vervolgens bij hoofdstuk 11. En hier is natuurlijk de vraag, de vraag kun je ook stellen, als je al die tekst tot je neemt, waarom staat hij hier? Waarom staat hij tussen hoofdstuk 9 en hoofdstuk 11? Help je dat om daar een stap mee verder te komen? Want het is een soort scharnierpunt. Het scharnierpunt van de laatste, van de bezuin die ingaat, maar er is nog een stilte in de hemel. De adem wordt ingehouden. Gaan we niet direct door met het oordeel. Het is een soort vredeperiode. En dan vervolgens, hoe beginnen we hoofdstuk 11? Oh ja, dit is nog een dingetje over een half uur. Is dat 30 minuten? Ook daar hebben ze een hele lange, interessante theorie over. Als je dat uitgaat van de gedachte dat een jaar staat voor een dag staat voor een jaar. Dan kun je die half uur oprekken naar 7,5 dag. En als je nog langer doortrekt naar 1000 jaar, dan kun je het omrekenen naar zo'n 20 jaar en 10 maanden, oftewel een generatie. Dus een half uur wordt dan een generatie. Dus dan heb je het niet over, heb je over een periode, niet maar over een momentje. Hoofdstuk 11, de tempel, dan moet de tempel opgemeten worden. Geschreven nog in tempels. Even uitgaande dat het daarom gaat, om die tempel toe. Maar als je uitgaat van een geestelijke uitleg, want nu gaat iets anders spelen, nu gaat het getal 1260 een rol spelen. Oftewel die korte halve tijd. Dan is er sprake van de twee getuigen. Wie of wie zijn dat? Tal van uitleggingen. En ik heb ze teksten op een rijtje genoemd. Ook bij 11 vers 2 heeft het over een periode van 42 maanden. Dat ze ontvoed worden betreden door de heidenen. Daar heb je weer het moment van die volheid van de heidenen die ingaat. Dan heb je in het volgende vers sprake van 1260 dagen. De periode waarin de twee getuigen in openbaring 11 genoemd worden. En hoofdstuk 12 gaan we even verder. Dat is het van de vrouw die voor die draak die voor de vrouw komt staan. En de verdrukking van die draak. En daar ook daar sprake van tijd, tijd en half tijd. Zoals we het ook in Daniel een keer tegenkomen. En dan heb je openbaring 13, als er dan twee beesten beschreven worden. Land, is opnieuw sprake van 42 maanden. Nou. Nee. Wat ik interessant vind, nou twee dingen. Dus even terug naar die 7 jaar van Daniel 9. Dit is natuurlijk voer voor al diegenen die zoeken naar die 7 jaar. Die gaan hier aanknopingspunt vinden. Dat ze dan dat gaan combineren. Dan gaan ze dus deze periodes gaan ze daar in combineren. Leenhout is hier heel uniek in. In deze uitleg. Hou je vast. En dan moet je echt helemaal naar hoofdstuk 20 even uitgrijpen. In zekere zin is het heel condens wat hier gebeurt. Er wordt heel veel beschreven, maar het is heel condens. Waarbij tussen twee haakjes, als ik het heb gehad over zegels, bazuinen en schalen, als je dat afzet in tijdperioden, 7 zegels, een geschiedenis lang, 7 bazuinen, 7 jaar, schalen,
10 dagen. Om iets van de intensiteit te beschrijven. Of als geen 10 dagen, die kleine half tijd. Want uiteindelijk heb je in openbaring 14 dat er als gezegd wordt, Babylon is gevallen. Maar de beschrijving van Babylon is gevallen, daar lees je pas over in hoofdstuk 17 en 18. Het probleem wat wij mensen hebben, dingen kunnen tegelijk gebeuren, maar we kunnen ze niet tegelijk vertellen. Dus je noemt eerst iets en dan werk je het later uit. Maar dan kom je uiteindelijk bij 19 en dan zit je aan het eind van Armageddon. Dan zijn die schalen geweest. En dan heb je 20, dat dan de Satan geketend wordt. En dan heb je periode, die heb je die 1000 jaar zoals het daar genoemd wordt. Dat is nog even een vraag, moet je het uitleggen. Maar dan gaat het vervolgens over dat Satan weer losgelaten moet worden. Voor, nou komt hij, een korte halve tijd. En op dat spoor zit Lenhout. Dat hij die korte halve tijd, dat de Satan weer moest losgelaten worden. Is eigenlijk wat 11 tot en met 19 beschrijft. Dat is de wereld op zijn kop. Tegentuigen, de ellende allemaal. De vrouwen, de draken. Want er is de periode van vrede, openbaring 10. En die tempel moet opgemerkt, dat is dan geestelijk verstaan. Zoals ook Hebreeën spreekt over een geestelijke tempel. Over degene die in het heiligdom zijn, die er buiten zijn. Dat is ook een soort vorm van oordeel. Ja, hij wordt dan, dus in dat jaar is die Satan geketend. Maar hij wordt weer losgelaten, maar dan gaat iets voor af. Nou, en eigenlijk wordt dus in dat frame, worden en de getuigen gezien, en het beest, en de valse profeet. Gelooft hij dan in een 1000-jarig rijk? Ja, juist. Ja, ja, goed. Maar kijk, is dit het dan? Waar we 2000 jaar in zitten, is dat dan een 1000-jarig rijk? Nee, het is niet de klassieke griffmiddel leer. Die van Augustine. Ja, precies. Die zegt, we zitten er al in. Ik, ja. Nee. Waar we nu in zitten, is wat leidt tot die incisie in de tijd, noemt hij het. Ja. De drama's van die eerste plagenserie. Ja. Dat is de eerste plagenserie die dan leidt tot openbaring 10. Ja. En die plagenserie van de schade is die voorafgaat, die dan na die 1000 jaar vooraf gaat en het samenhangt met de zaal die nu wordt losgemaakt. Ja, ja. Het is even wennen aan het hele concept. Ja, dat concept heb ik wel in mijn hoofd. Alleen, maar het punt is wel, waar ik op een gegeven moment wel mee zat van ja, je hebt het wel voortdurend, deze tijdsframes, 1260, 42. Want dan staat er ook, als God die tijd niet zou inkorten, die zou kunnen leven. Ja. En daar spreekt dit van. Het is maar 3,5 jaar. Maar dat betekent omgekeerd, als hij dan gelijk heeft, en we gaan onze toekomst kijken, ja, we hebben natuurlijk nog wel wat vooraf gaat aan het openbaar worden. Want vandaar zijn boodschap die ermee samenhing, Christen wordt wakker, focussen ook op Israël. Daar gebeurt het. Ja, natuurlijk. En het heet dat in 1948. Ja. Toen de Wereldraad van Kerken werd opgericht. Ja. Dus hij ging al die kerken brieven schrijven. Met verschillende boodschappen. Net zoals de 7 gemeenten, zeg maar. Om daar uiteindelijk gezamenlijk. En zo verstond hij ook zijn ambt als Elia. Een van de titels van zijn boeken heette ook De Wedstrijd der Altaren. En dat was de strijd met Elia, met de heidendom. En ja, moet je zeggen. Wat ik wel lastig aan, en ik vind het heel mooi hoor, echt super gedaan. Wat lastig aan het tweede verhaal is dat ik vind dat de Bijbel moet uitleggen. En dat nu wordt maar dat doen we allemaal, dat zijn iedereen beweert dat. Ja, maar bij openbaringen, dan hoor ik toch allemaal dingen dat ik denk van ja, dat
dat is dan weer niet zo. Omdat het zo ingewikkeld is. Hè? Ja. Dan ga je makkelijker, precies. Omdat het niet duidelijk is. Duidelijk is, dan heel, gaan we allemaal zoeken naar historische en dingen. En, ja, dit wat jij vertelt kan net zo goed als zoek een al uitleg zijn als... Dat gaat voor ieders uitleg. Ja. En hoe kom je daarin verder? Maar nou, en voor mij was het belangrijk, vandaar noem ik het ook sleutels. Er zijn een aantal sleutels om überhaupt iets verder te komen dan eenmaal speculatief. En dat is A, die profetische najaarsfeesten die een rol spelen. Ja. Dan hebben we vervolgens de structuur, die van de menorah, die een belangrijke rol speelt. En dan heb je het over Hebreeuws denken, waar je het aan moet koppelen. En je hebt het over wat dwars doorheen gaat, het uitzicht op de bruiloft van het lam. Mm-hmm. Dus wie zijn de gasten van de bruiloft en wie is de bruid en hoe bereid je je voor daarop? Ja. En dat is natuurlijk de pastorale kant van het verhaal. Van ik wil graag bij die bruiloft zijn, wat moet ik doen om bereid te zijn om daarbij te horen? Ja. En ja, we gaan dwars door al die dingen heen. Ja, en hoe je dat in de tijd plaatst, daar kun je drie kanten mee uit. Ja, precies. En dan moet je goed begrijpen ook van wie de bruid is vanuit de tenachtvisie. Juist. Ja. De profeten spreken over de bruid. Nou, wacht even. Openbaar 21 is expliciet daarin. En dan zit je ook nog weer kennis van de najaarsfeesten. Het verschil tussen de zevende dag en de achtste dag. Want dan is de bruid nu Jeruzalem. Simchat Torah. Ja. En dan heb je het overgang van Simchat Torah, Shemini Atzeret, zeg ik liever. Ja. De achtste dag. Mm-hmm. En de achtste dag, symboliek voor een nieuwe tijdsdimensie. Het is voorbij de tijd. Het is als nieuw Jeruzalem naar ons toe komt. Zoveel is ook wel duidelijk. Dus met het laatste hoofdstuk heb ik ook tenminste moeite. Maar wat er aan vooraf gaat, maar wat is de praktische effect ervan? Maar ook nog iets, kijk, die feesten, die zijn ook aan elkaar gekoppeld. Pesach is gekoppeld aan Yom Kippur. Ik bedoel, toen Jezus het kruis kwam, was gelijk Yom Kippur. Dat was en Yom Kippur en Pesach. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Want ook als hoge priester ging hij het heiligdom binnen en reinigde dat door alleen als hoge priester kon hij de zonde weg doen. Ook de maaltijd vooraf is de maaltijd van hoge. Heel veel dingen verwijzen wel naar een Yom Kippur. Dus Pesach en Yom Kippur vallen altijd wel samen. Nou, dat zie je natuurlijk ook met Shavuot en Loofhuttefeest met vuur en water. Dus soms denk je, het loopt allemaal wel een beetje door elkaar. Snap je? Het is ook voor mij een beetje wel verwarrend. Maar wij gooien het allemaal uit elkaar. Je moet het zien in de context. Hè? Dat zijn de Moadim, dat zijn de vastgestelde tijden van God. Zeker. En Jezus die gaat op de derde dag van Pesach, gaat hij naar de Vader. Ja. De derde dag van Pesach, dat is de ingadering van de het feest van de eerstelingen. De omertelling. Ja. Begin van de omertelling. Ja. Ja. Dus in dat opzicht moet je past dat ook allemaal heel precies. Ja, het past ook heel precies, maar je ziet wel door zijn dood en is dat zijn heel veel van die feesten ook wel vervuld. Ik bedoel, ook Yom Kippur, ook al die link ligt er gewoon absoluut ook in zijn handelen daarin. Ja, dus je kan niet helemaal uit elkaar trekken. Maar Yom Kippur is nog niet vervuld. Ja, dat gaat gebeuren als uiteindelijk Rosh Hashanah zal zijn vervulling krijgen bij de wederkomst van Yeshua en Yom Kippur krijgt zijn vervulling bij het oordeel van God. En als de menigte voor de troon van God staat. Ja, maar ook is een stuk vervuld daarin. Want Jezus was de hoge priester hier op aarde. En alles wat hij deed, had met het hoge priesterschap te maken. En ook het feit dat hij naar het kruis ging, was ook een deel van het hoge priesterschap. Dus het is niet helemaal dat het niet vervuld is. Dus wel een stuk is daar wel uit vervuld. Mm-hmm. Dus maar denk je, het loopt ook allemaal een beetje door elkaar. Het is niet zomaar, je doet tak, tak, tak. En het blijft zeker Gods feest en Gods Moedim en alles. Maar dan nog
zijn er wel aan elkaar ge... Ja. Zoals God één is, zijn die feesten ook één. Ja, dat klopt. En wij zijn niet, en dat is niet los. Het is niet logisch. Het is niet een Griekse tjak. Het is een Hebreeuwse proces. Dus, ja, misschien is het goed als dat in de Bijbel de dingen over Israël staan die je op jezelf kan betrekken nu. Dat zijn dingen die voor Israël zijn en die nog komen gaan. Maar ook dingen die nu voor ons gelden in het dagelijks leven. Heel praktisch. Maar dus dat is inderdaad Hebreeuws denken, waar wij niet een andere verschillende dimensies. Ja, elke keer denk ik, kijk ik wel met de goede bril. Kijk ik wel met de juiste bril, hoor ik niet weer. Kijk, in het bij de Joden, er komt dat is zelf ook. Kijk ik met de juiste bril. Nee, bij de Joden zelf kijken ze ook met bepaalde brillen, waarvan ik denk, dat is er ook weer ingeslopen. Dat is ook weer. Dus het is wel. Zeker denken van, oké, denk ik genoeg Hebreeuws? Zit ik in die context? Zit ik maar ik merk die alles dat wij, dat in alles het andere er doorheen gesloten is. En zeker met openbaringen. Oké. Ja, hoe zit het in de tijd ondertussen? Niet te makkelijk. Het mooi punt om af te ronden. Ik heb hier nog een aardigheidje van de vergelijking met een zwangere bruid. Pain. The growing burden, the labor pains, the cries for pain, the waters break, and then be redeemed and be born. Toegepast op openbaringen vind je daar dat proces waar het dus eigenlijk om gaat. Yeah. Dat is natuurlijk dat is de gouden draad misschien wel. Mm-hmm. En dan nog maar eentje, openbaringen 12, dat is ook zo'n breker, ijsbreker. Want is dat een terugblik? Dat het gaat over Yeshua die geboren werd uit de maagd, weggerust werd in de hemel en dat de Satan achter zijn navolgingen ging, klassieke uitleg. Of is het iets wat nog toekomstig is? En dan gaat het, en dat heeft ook die Microsoft Mindful beschrijft, dan eigenlijk het hele proces van überhaupt het, hoe God met het kwaad omgaat. Want dan stelt hij de vraag, waarom heeft God niet van dag 1 Satan geplet? Ja. En dan gaat het heel diep om het karakter van God, dat God zo niet is. Mm-hmm. Om niet, en dat, wat erachter zit, is dat God dan niet als de vijand zelf wil zijn. Omdat hij, omdat in zijn karakter, hij zodanig is, dat hij niet kan zijn wie Satan is. En dus ook niet op zijn manier. En dat het dus een proces is om daar, en dus ook in het Onze Vader, verlos ons van de boze. En dat hij dus hier eerst uit de hemel gestoten wordt, of eerst op de aarde, en dat was later geketend, is dus eigenlijk ook een proces. Moet denken aan het tekst van het alles gemaakt voor zijn doel, zoals de goddeloze voor de dag des kwaads. Ja, dat is hem. Ja. Want ik denk van dat God zich een volk verworven heeft die het kwade overwonnen heeft door hem te volgen, dan is het veel meer waard dan als dat niet gebeurd is. Als het geen kwaad was. En er allemaal bewust gekozen om het kwade te mijden. Ja. En dat is, dan ben je meer gewapend tegen het kwaad dan als het niet was geweest. Het lijden ook weer. Je ziet, ik ben door de laatste dia's heel snel heen gegaan. Net zo snel als de tijd de laatste hoofdstukken beschreven worden. Maar ik bedoel, ik hoop dat dit enige contouren aangeeft waarin de uitleg zich afspeelt. Ja, ik heb niet alles op kunnen schrijven. Nee, maar deze presentatie kan wel beschikbaar zijn als je wil. En ik heb ook natuurlijk, als je meer wil, ik heb natuurlijk een hele essay van 100 bladzijden. Maar dan is helemaal klaar. Maar Michel had ook dat idee dat voor God tijd geen probleem is. Nee, precies. En dat het ook weer spiegelt wordt in zijn woord. Ja.
dat de, ons denken van in de tijd volgordelijk, dat dat helemaal niet vaak niet van toepassing is. Ja, dat is waar we dat filosofisch aan gaan. Ik denk over tijd en eeuwigheid. Relevanter is denk ik ook dat we natuurlijk, zoals iets als de tijd onderscheiden, dan praat je over het onderscheiden van de tijden waar we dan wel in leven. En dus los van de vraag hoe die openbaringen dan moet verstaan, het blijft gegeven dat we nu leven. Ja. In deze tijd, met al zijn dynamiek. Kijk maar naar vandaag. Zo, man. En dat ons leven in zijn hand is, hoe dan ook, in welke tijd we ook zitten. Ja. Geborgen zijn in zijn. Het enige bijzonder aan het boek waar het is dat de staat die het leest, dat krijg je een soort. Staat ook een zegen of zo? Ja, sowieso een zegen. Hè. Waar er zit een zegen in, is dat je natuurlijk op zijn minst al die beelden, al die dingen, tot je neemt. Ja. Ja. Ik wou eigenlijk dat het zegen is omdat het tempelgebeuren is. Dat daar die zegen in zit. Dat alles wat daar staat, met het tempel te maken heeft. Ja, dus waar het eigenlijk om draait, hè. God die wenst. Om onze tabernakel. Ja. Ja. Dat wij alles en alles zal zijn. Dat is het visioen. En daar op weg zijn, is dan weten waar we ergens zijn, is dan ook tot zegen. Tot helpen. Dus wacht dan, wat er ook gebeurt, het komt goed. Ja. Maar er zit natuurlijk wel een timeframe in, want dat is natuurlijk wat de preteristen die zeggen in het begin van dingen die spoedig moeten gebeuren. Nou, dan leven we 2000 jaar verder. Ja, spoedig is spoedig. Wat was nou spoedig? En aan het eind zegt hij ook, ik kom spoedig. Maar dan is het ook belangrijk om dan in de inleiding van het een te lezen van, ja, er zijn dingen die nu zijn, maar ook dingen die nadien gebeuren. Dus ook bij jezelf geeft het ook timeframes aan. Ja, dat vraag ik me zo. Maar goed. Dat is een duidelijk vers wat hij vertelt. Ja, maar... Maar wat... Wat na deze moet er gebeuren. Ja. Want als je alles. Het probleem met de preteristen en de hyperpreteristen. Je zegt, als je alles voor toen was. Ja. Dat is zo. Wat hou je ja, maar is dat lang? Snap je dat? Dat vraag ik me zo af. Want, soms denk ik wel, alles is wel misschien voor toen. Het is de Babylon, de val van Babylon, is Jeruzalem. En je kan het ook al een beetje. Een waarschuwing en ja, dus ik zoeken naar de waarheid, Jezus is de waarheid. Ja, precies. Ja. Dus, maar goed, met de krant helaas, dat geloof ik niet zo. Nee, maar ik zei wel tegelijkertijd, los van opbaring, we leven nu. Ja. En dan gaat het even goed om de tijdgeest te verstaan. Ja, dat is het. Ja. En dan kunnen natuurlijk de beelden van de openbaringen wel een rol spelen om dingen een plek te geven. Zoals die vier ruiters. En dan kan je kijken naar die bazaar, wat ze inhoud beschrijven. En ja, je moet dan wel heel geestelijk symbolisch gaan lezen. Wil je het allemaal in de eerste eeuw plaats laten vinden? Wat sommige dingen die zijn dermate. Dat je zegt, ja, dat heb ik nog niet meegemaakt. Dus, maar uiteindelijk kom je uit op een combinatie van die factoren. Ja. Maar ik stel voor dat ik eindig met een gebed. Mm-hmm. Om het toch weer een keer terug te schrijven. Ik wil God willen danken voor de mogelijkheid om iets van die zegen op te pakken. Zoals u belooft, dat we die boeken lezen, bestuderen. Zegen zal zijn. Met als doel, Heer, dat wij ook onze tijd verstaan. Maar ook met als doel dat we mogen uitzien naar waar het u om gaat. Uw verlangen om ons te tabernakel te wonen. Maar ook het proces wat u zelf gaat door trouw te zijn aan uzelf en op uw eigen wijze tot uw doel komt. En afrekend met het kwaad. En ja, wij zeggen, helaas gaat het niet over één nacht ijs. Wij wensten al wel dat u morgen terug zou komen. Maar we weten ook dat er eerst nog
uitzien naar het herstel van alle dingen. En dat het in ieder geval ook betekent dat het evangelie tot aan het uiteinde van de aarde moest gaan. Dat u ook meeging met uw volk in de diaspora. En ook dat u hen weer terug zou inzamelen. En uw volk zou herstellen, zoals ook de profeet Ezechiël dat zo mooi beschreef. Een visioen van de dal van de doodspenen, dat ze eerst weer het lichaam kregen en toen geest. En zoals ook de profeet Zachariah erover gesproken heeft, dat die geest van uitdrukking van gebed. En dat we dan mogen zien naar het moment dat u ons ook de volkeren oproept, of zelfs trekt naar Jeruzalem, naar Sion. En nu daar tot een gericht komt, maar ook tot een openbaring. Wees ons genadig, kom met uw genade, wees ons genadig. Ontferm u over ons, ontferm u over ons land. En help ons, Heer, de boze te weerstaan, om de duivel geen voet te geven. Om de vrijheid te vinden van ook allerlei dingen die uit het verleden doorwerken in het heen. En dat we inderdaad het moment mogen zien, Heer, dat de boze geketend wordt. En niet meer in staat zal zijn om de volk te misleiden. En we inderdaad in vrijheid de evangelie van het koninkrijk mogen verstaan en omarmen. En mogen leren van uw Torah die weer uit zal gaan van Sion. Zegen zo ieder van ons.